Otterspire en Michel Mulder treffen elkaar vrijdag op de 500 meter tijdens de eerste dag van de EG afstanden in het Russische Kolomna. De Nederlanders, die vorige week allebei naast een ticket voor de winterspelen grepen bij het Olympisch kwalificatietoernooi, oktober, werden donderdag bij de loting aan elkaar gekoppeld voor rit 6. Ronald Mulder die wel naar de Spelen in P.J. Oshan gaat en de derde Nederlandse deelnemer is op de 500 meter in kolomna, neemt het in de achtste rit op tegen de Rusland-Murasov uit Rusland. Op de kortste afstand bij de vrouwen verschijnt Maun Kuipers aan de start tegen Rikke Jebson uit Noorwegen. Kruist Sanneke de Neling de degens met de Duitse Gabriele Hispichler en treft Letizia de Jong thuisheidster Olga Vatculina. 1500 meter na de 500 meter volgt op de eerste dag voor zowel de vrouwen als mannen nog de 1500 meter, waarbij Lotte van Beek tegen de Poolse Natalia Xervonkjaar rijdt, Linda de Vries aan Elisa verta Kazelina uit Rusland gekoppeld werd en Marit Leestra het opneemt tegen Kazelina's landgenote Ekaterina Zhiekhova. Op de schaatsmijl bij de mannen kent ook Thomas Kroll een Russisch opponent. Hij rijdt tegen Denis Urskov. Verder is de Poolspiernieuw brodka de tegenstander van Marcel Boske en staat Koen Verwij in de slotrit aan de start tegen de Letha Silovs. Veel Nederlandse toppers laten de eik afstanden schieten, onder andere Jorit Bergsma, Sven Kramer. Nuis en Irenvuus behoren niet tot de selectie in Rusland, de eerste editie van de Eik afstanden, waarbij de langste afstanden, 10 kilometer voor mannen en 5 kilometer voor vrouwen, niet op het programma staan, duurt van vrijdag tot en met zondag.